Goedemiddag. Wat een pleuris weer. Nou, zeg. Het is 4 uur geweest. We hebben er echt een dikke 3 uur over gedaan. En waar zijn we? We zijn in Loenen. We hebben er 2,5 uur over gedaan. We zijn om 1 uur van huis weggegaan. Ja, oké, maar dan de camper is. Ja, oké. We hebben er lang over gedaan. Wat zei ik nou? Oh ja, we zijn in Loenen. En we gaan naar een natuurcamping Groenendaal. Daar zijn we vorig jaar september ook geweest. Hij gaat over 2 weken dicht. Dus we hadden zoiets van, laten we nog maar even een keer gaan. Ja, je mag daar fikkie stoken. Je mag de fikkie steken, je loopt zo het bos in. Ja, voor ons was dat een topplekje. Ja. Dus daar gaan we nu naartoe. We zijn er. Hopla. Oprit op. Jup, rit op. We laten jullie straks ons plekje zien. Zo, we zijn er. Yes. Was leuk, ze herkende ons. Dus ze zegt, nou, kom mooi uit, hoef ik niet mee te rijden. Helemaal leuk. Het is wel eventjes een beetje tussendoor rijden. Ja, maar het is prima te doen. Maar het is prima te doen. Ja. Als je gewoon op je gemak hier rijdt, ook met een wat grotere camper. Ja, of je moet met een Concorde komen van 12 meter. En dit is eigenlijk het veld. Dan kunnen we hem hier neerzetten. Maar we kunnen hem ook beneden langs gaan zetten. Ik denk misschien dat dat een idee is, Jim. Ja. Ja, we gaan hem onderlangs zetten. Even alles op het gemakkie. Kijk, en daar kijk je dan uit. Op een veld. Op een veld. En daar staan nu al de koeien. Nou, we gaan even een plekje zoeken. Lief, ja. Ben je aan het doen? Oh, even sleepkabel. Kijk, we staan daar mooi. Ja, we staan prachtig. We hebben een prachtig uitzicht. We zijn even aan het wachten of met een golfcar. Maar ja, dat gaat hem niet worden, denk ik. Of ja, weet je niet. Je hebt niet. Trekken. Ja, het is maar, het kan niks hebben. Je hebt maar heel weinig nodig. Achteraf gezien, maar ja, dus achteraf had je dit heuveltje niet af moeten gaan. Maar nee. We dachten van, nou, we zetten het mooi daar. Daartussen, maar ja. Toen hadden we toch zoiets van, nee, is toch niet zo, dus we gaan weer naar boven. Ja, nou, jammer joh. Maar naar boven ging hem niet meer worden. Maar ja, er zijn ergere dingen hoor. Hey, lekker belangrijk. Ja. Er is nog nooit iemand blijven staan met een baard. Nee joh. Hulptroepen! Nou, daar gaan we. Wat? Wat heb je gedaan? Heb je even Pippi's pauwen? Even zo. Godverdomme, wat een gekut. Maar we staan er. Tenminste, we staan nog niet. Nee, maar bijna. Maar bijna, hè? Hey, toffie. Hey, Willem. Willempie, heb het weer gedaan. Zo, vrijdagmiddag. 4:15. We staan. We staan op ons plekje. Ja. Het had even wat omwegen, maar kan gebeuren. Achteraf weet je het, maar achteraf kan je zijn koe in zijn reet kijken. En daarbij, ik had niet verwacht dat het veld al zo nat zou wezen, maar het heb je dus... Het blijkt al 2 dagen volop geregend te hebben. Ja, echt waanzinnig geregend te hebben. En vanochtend konden ze de overkant niet zien, zo hard regende. Ja. Nou, camping Groenendaal. Ja, top. Ja, dit is echt een fantastische camping. Hij is nog 1 weekje open. 31. Wat is het nu? November? Oktober. Of oktober, ja, inderdaad. Het gaat wel snel, maar zo snel niet. 31 oktober sluit hij. Maar als jullie volgend jaar eens in de buurt zijn, onthoud dit plekje echt. Want het is echt een super plekje. En ik hoop dat we het kunnen gaan laten zien. Maar zeg maar, vanuit je camper kan je gewoon de zwijnen en dergelijke zien. Ik hoop dat we het ook gaan zien. Het is dus nu wat minder weer, dus, nogmaals, het Tas? Ja, ik vind het... Ze doen hier kacheltjes verhuren ook.
Ik geloof dat het echt maar, ja, dat is echt een ja, 2,50, dat is echt een scheidprijs, een scheepprijs, hoe je het ook wil noemen. Maar die komen, ja, die komen zo in je campje brengen, ze rijden af en aan met houten, als je dat wil. Het is echt ja, heel goed verzorgd. Ja. Ja, nee, ik kan er niet meer over zeggen. Nou, wij gaan zo meteen lekker eten en dan zien we wel weer. Yep. Houdoe. Yeah. Oh nee, geen houdoe. Mazzel. Mazzel. Okay, nee, doei. Dan zit Code Bos wachten. We gaan eten. Ja, schat. Ik moet even spotten. Je kan zo op het veld kijken, joh. Ja, zien we al wat? Nee, ik heb nog niks gespot. Ja, van die Schotse Hooglanders lopen er. Nee, die hoeven we niet. Ja, wel mooi. We gaan even eten. Ik heb even hapjes in de oven gegooid. Ja, lekker. En morgen voor de verandering de grillplaat. Maar nu niet. Nu niet? Nee. Oké. Okay. Na het eten even naar achteren lopen. Ja. Hey. Eetje. Eetje. Nou, dit is dus het veld waar we vanmiddag ook al hebben gestaan. Maar dan met een tractor ervoor. Nou, er zijn echt heel veel plekken hier. Kijk. Daar zie je het veld, om het zo maar even te zeggen. Daar mag je niks neerzetten. Maar voor de rest daar al aan de kopse kant. En hier al helemaal over de hele breedte van het veld. Wij staan nu hier dus bovenop. Als je daarheen kijkt, heb je ook een wei. Waar die Schotse Hooglanden in staan. Dan gaan we eens eventjes verder kijken. Want, ja, soms op die hei daar zie je ook het een en ander lopen. Dus we gaan eens even kijken. Het is hier in ieder geval €15 per nacht. Dat is al inclusief. Inclusief stroom, water innemen, waterloos, noem het maar op. Sanitair gebouw. En we gaan eens even kijken. Kijk, Natas had net al een paar mooie foto's gemaakt van die donkere. Hier staan die lichtere. Grappig. Hele mooie beesten, vinden wij. Kijk, zie je? Het zit helemaal stil. Je ziet de damp al uit zijn neus komen. Mooi. Kijk, en wij staan dan hier met de camper. En dan draai ik. Kijk, en dan hebben we hier dat veld al. Nu lopen er allemaal Schotse Hooglanders. Voor de rest heb ik nog niks kunnen spotten met de verder kijken. Maar je weet het nooit. Schitterend uitzicht. Voor de natuurliefhebber echt een walhalla. We gaan die kant inlopen, want daar... In de hoek kan je de bosjes zien. Kijk, hier zijn we bij die bosrand. En dan is hier... Het kan een klein beetje druppelen. Maar dan is hier een paadje. Kan je inlopen en dan... kom je in de bos. Dus daar gaan we eens even in. Zo, we zijn dus het bos ingelopen. Kijk, er komt wat aangestiefeld. Eentje waar, kleintje, vrij dichtbij, kijk. Grappig, hè? Dat is dichterbij zo. Kijk hem gaan. Wat is die? Zwijntje. Goedemorgen allemaal, vandaag zaterdag. Goedemorgen. We zijn ons eigen aan het klaarmaken. Ja, kijk. Ik steek alleen deze Eri. Waarom?
Die is net alsof hij gekild wordt. Nee joh, dat valt best mee. Thermo ondergoed aan, het heeft vannacht gevroren. Ja, het is een graadje of 8 buiten. Ja. En alles staat weer een klein beetje klaar. Kijk, rugzakkie. Rugzakje staat weer klaar. Broekjes aan. Wandelbroekjes aan. Hey. Wandelbroekjes aan. En dan gaan we er weer op uit. Gisteravond dan nog een zwijntje gezien. En jij was een vieze, hè? Ja, was een vieze. Ja. Maar ja, goed, maakt niet uit. Hij super dichtbij was die. Ja, prima geslapen. Beesties, kijk. Kijk, ze staan gewoon weer naast ons, hè? Die Schotse hooglanden. Grappig. Maar ja, we gaan weer een stukje wandelen. Eens even kijken hoe of wat. Waarheen weten we niet. We willen richting Telet of zo gaan lopen. Ja. Dus dan gaan we wel eventjes kijken, joh, hoe of wat. Ja, leuk. Koetjes. Nou, we gaan ons even verder klaarmaken. Even de schoentjes aan. En dan gaan we eens eventjes in de beentjes. Even stappen. Hoe is het? Nou, jullie kennen me wat. Jullie zitten warm in je huisje voor de tv. Maar ik heb mijn mutsje lekker opgedaan. Kijk, je hebt gelijk bekijks. Ja, we hebben gelijk bekijks. Kijk. Is dat gelijk... Wat was dat nou voor een mafkees die met zijn muts al naar buiten komt? Maar ik vind het goed. En deze natuurlijk ook nog niet vergeten. Die heb ik ook gewoon in mijn zak gedaan. Handschoenen. Je weet er nooit wat voor hike dat het gaat worden vandaag. Ik plan dat allemaal niet van tevoren. Dat doen de tassen allemaal. Ik hobbel gewoon mee. En deze om mijn nek gedaan. Mijn Vortex. Vortex is volgens mij. Verder kijken. Daar ben ik echt super blij mee. Het is wel eventjes een aanschaf. Maar ja, je hebt er gewoon heel veel plezier van. Wat je gewoon met je blote oog niet kan traceren. Of met je camera inzoomen of iets dergelijks. Ja, ik kan met je camera echt super goed zien. Of met je verder kijken. Nou, we gaan een stukje over de camping. Hier heb je het ingangetje waar we gisteren doorreden. Het is een natuurcamping. Hier ook toilet. Een bibliotheekje. Wat boekjes kan lenen van elkaar of ruilen. Nou, een stukje over het park heen lopen richting de uitgang. Nou, hier lopen we dus over het park. Hier zie je ze. Richting de uitgang. Je hoort hier wel iets of wat de snelweg. Maar ja, wij vinden dat niet hinderlijk. Daarvoor krijg je terug dat je ja, vanaf je camperplaats of vanaf je caravan plekje of wat dan ook ja, gewoon de beestenstal kan spotten. Wij hebben vanaf ons plekje nog niks gezien. Maar ja, we hebben foto's en trouwens vorig jaar hebben we het zelf ook meegemaakt. Dat je gewoon op dat veld voor ons zie je gewoon echt waanzinnig veel beesten lopen. Je kan er daar ook uit, geloof ik. Daar zijn we verleden keer uitgegaan, maar we gaan nu de andere kant op. Er staat van alles, caravans, chalets. En eigenlijk het veld waar wij staan is meer voor de toeristische plekken. Hier een sanitair gebouwtje. Met douches en wc's. Loosplek. Hierna zijn ze op de camping nog wat aan het knutselen. Voordat het seizoen voorbij is. Voorbereiding op volgend jaar. Dan komen we hier aan bij de ingang van de camping. Hier kan je je vuil deponeren. Schoon water pakken. Het gaat door middel van de slagboom, maar je kan altijd 24 uur per dag kan je er weer uitrijden. Dus dit is niet opgesloten. Nou, Moos hebben kijks. We lopen buiten de camping. Kijk uit, ik weet niet of dat de prik op staat, Moos. We willen even spelen, maar ja, het wordt een beetje lastig met de hekte tussen. Moos, je hebt zoiets van, nou, we gaan niet meer verder wandelen.
Die vindt het prima zo, als hij mak kan spelen. Moosje heeft het wildrooster overdragen. En je hoort, kijk hier achter die heuvel, hier zit de snelweg. We lopen nu op deze weg, richting Telet dan. Kijk, mooi zweefvliegtuigje. Komen bij vliegveld Telet vandaan. Mooi. Kijk, nog één. Moet kijken, ja, het is wel ver weg, maar dat is een aardige. Even kijken of dat. Moet kijken. Kijk even of dat je een foto kan maken. Dan is die helderder. Kijk, hier zie je nog een. Kijk eens even. Mooi groot gewei. Even nog een fotootje maken, want de camera hou ik haast niet stil zo. Kijk, daar zie je ze. Aardig gewijtje, hè? Gaaf, hè? Dan moet dan die bomen ervoor zitten. Ja. Zo, was tof, hè, die dammerten. Gaaf. Ja, echt heel tof. Ja. Ja, en knap dat jij ze zag leggen, want ik had zoiets van... Ik had ze niet gezien. Nee. En zover was het niet. Hij lag lekker tegen een boom aan te chillen. Ja, maar kan je zien dat ze overdag eigenlijk gewoon alleen maar aan het relaxen zijn, hè? Ja, ja. Nou, die hebben we in ieder geval gespot. In de pocket. We gaan weer verder. Gaan we zo eens even een hapje eten ergens. Ja, even kijken. Maar ja, we lopen op het ruitenpad. Ja. Dus dan kom je niet echt bankjes tegen. We zien het wel, ja, toch? Ja. Alles wordt even klaargemaakt. We gaan hier eens eventjes picknicken. We komen geen restaurant tegen onderweg. Maar ja, dat hadden we ook niet verwacht. Je hoort hier best wel aardig wat vliegtuigjes boven het bos. Maar ja, goed. Boeien, die beesten zijn er ook aan gewend. Kijk, dan gaan we dadelijk daar, hoor. Gaan we die heuvel op. Daarom gaan we eerst eventjes een beetje de innerlijke mens voeden. Dan we weer wat energie hebben. Hè? Ja. Broodje eten, wat drinken. Weer tegenaan. Moosje even wat drinken. Super stil hier, nog niemand tegengekomen. Kijk, dit is ons uitzicht tijdens de lunch. Nou, wat willen we nog meer? Daar, een zwijn tussendoor. Zie jij zwijn? Even kijken. Een beetje inzoomen, is dat kijk, tijdens het eten, nou, dat is gewoon een ree. Tijdens het eten gaan we gewoon eventjes beesten spotten. Eet smakelijk. We hebben weer opgeruimd en we gaan weer verder. Staan er weer twee. Zijn ze donker, hè? Ja, ze zijn heel donker nu. Kijk, hij zit eigenlijk al te kijken van we gaan er vandoor. Lijken wel dobermans.
Kijk, gaan ze. En weg. Volop beesten hier, joh. Hier weer een paar reeën. Nee, geen reeën. Zijn er geen reeën? Maar zijn ze weer van die damherten ook? Kijk, daarachter nog één. Nee, ik kan niet zo goed zien. Het is net omdat iets te ver weg. Ja, en ze zijn heel donker. En heel donker zijn ze, ja. Dus voor de mensen die wild aan het spotten zijn, kijk niet naar de lichtgekleurde dieren. Die nee. Nee, je moet nou echt niet op de donker of op de lichte letten, maar echt op het donkere. Ze zijn echt heel donker. Maar ja, dat is het getij van het jaar weer, hè. Zijn er zat. Kijk, iets omhoog, zie je er nog één. Mensen die hier nog in Groenendaal of te let of... Ja, ik zou niet weten wat voor bos dan we nu zitten. Die hier nog gaan wandelen. Kijk, bij knooppunten of bij punt 77 tasten weer een neergelegen. Wat een rust, joh. Daar komen we vandaan. En daar gaan we weer heen. Laten we er even een wildroostertje over. We zijn nu weer een beetje in de buurt van de camping. En hoe heet dat hier? Dit is Loenenmark. Zeg maar niks, maar we lopen er. Dat is Veluwezoom, waar we al die beesten zagen. Oh, waar we al die beesten hebben gezien, dat is de Veluwezoom. Ja. Kijk, ik zie daar ook weer wat lopen met een groot gewei. Nee, ja, je ziet het niet. Ja, we gaan naar links. Ah ja, daar zie je het. Maar op de beeld zie je het volgens mij niet. Als wij het maar gezien hebben. Dat is weer een aardige klim. Dat is vals plat. Ja, dat is de laatste denk ik. Heuveltje op. Kijk, het is elke keer hè. Twee vliegtuigen achter elkaar. Ik weet niet of je ze... Die ene is een zweef. Nee, ik zie ze niet echt. Nee, je zit hoog. Nee. Daar ongeveer. Daar ongeveer moeten ze vliegen. Ik zie ze niet, schermpie. Dat is lekker makkelijk. Nee, hou niet te ver. Is over nagedacht. Nou, voor jullie is het 5 seconden verder. Voor ons iets langer, maar we zijn boven. We hebben 10 minuten gewacht met filmen om op adem te komen. Nee, dat valt best mee, maar val altijd even tegen, hè? Zo'n hobbertje. Dus we gaan even lekker plaatsnemen hier op de stoel. Gaan we even uitrusten. Zo, zoals je ziet. We lopen weer op de camping. Op de camping. Nou, dat was echt een fantastische wandeling, hè? Ja. Dat is echt schitterend. 9 kilometer weer gelopen. Ja, weet ik niet. Zal ik even kijken? Want het is alleen nog even naar het video. Nou ja, zoals ik net al zei, heel veel gezien. Het was wel best zwaar. Het laatste stuk echt kilometers over een mountainbikepad. Dus dat is echt... Hoeveel zei jij? Heuveltje op heuveltje af. 9 kilometer. 8,35. Ah. 8,35. Ja. Nou. Ja, netjes toch? Ja, absoluut. Heerlijk weer om te lopen. Eigenlijk niemand tegengekomen. Nee, echt niemand. Ja, maar heel veel beesten. Ja, heel veel beesten gezien. Nou, nu gaan we lekker camper in. Wat nippen, voetjes omhoog. Ja, even voetjes omhoog. Anders dan vinden we dat niet grappig meer. Nou. Tja, wel. Doei. Zo, moe maar voldaan. Moos beloond met een Dentastick, dus die vindt het helemaal fantastisch. Ja, dat weet hij al, want als we terugkomen en hij is afgedroogd, gaat hij bij de keuken zitten. Ja, hij weet dat heel goed, hè? Ja.
gaat hij hier zitten zo van... Mijn vinger zat ervoor. Oh jee. Ja, dan gaat hij daar echt zitten van, nou kom maar op met dat ding. Ja. Maar ja, wat dat er gaat weten ze dat als ik goed natuurlijk. Dat is hetzelfde als dat je thuis komt van je werk, een beetje dezelfde tijd, ja. Dan zit hij al in de raamkozijn te wachten. Ja, dan zit hij al weer paraat. En ja, dat weten ze echt donders goed. Met zie eruit. Zo, thermospul uit. Ja. Heb je al die chocola op, jongen? Ja. Okay. Zo, even rugzakje weer uitpakken. Ja, er zit niet veel meer in. Kijk, het wordt allemaal geregeld, hè? Ja, nee, maar dat vind ik zonde. Ja, broek is een beetje... Allig van de takken. Ik heb ruzie gehad met een stok. Ja. Bleef een stok aan mijn poot hangen. Ben aangevallen. Ben aangevallen. Een beetje zonde dan, hè, die allig erop. Nou, ga goed. Ja. Goed bezig. Kijk, volgende. Hatsenflats. Hatsenflats, nou. Nee. Valt toch wel mee? Ja. Ja, het zou kunnen, want ik deed mijn schoen uit en er kwam er ook uit. Dus. Nee hoor. Zo, het is zo, hoe laat leven we? 6 uur. En we hadden trek. Zo, zeker weten. Ja, maar wat wil je na zo'n hike? Na zo'n wandeling. Oh, ja, een wandeling. Hey, wat wil je? Ja, we hebben lekker tukkie gedaan. En nu hadden we zoiets van, we hoeven niet meer naar achteren om beesten te zien. We hebben vandaag zatbeestjes gezien. Ja, joh. Dus we gaan lekker eten. Oh, voor de mensen... We krijgen best wel veel vragen over dat schaaltje altijd. Deze? Ja, daar zit pindasaus in. Dus ik krijg best wel vragen van... hoe kom je aan dat schaaltje? Heb ik ooit gekocht bij een grote supermarkt. Maar ja, dat zal overal wel zijn. Daar zat toen de tijd crème de brûlée in. Zo? Ja. Zing het. Nou ja, in ieder geval zo'n toetje wat je in de oven dondert. Dus het zijn, als het goed is, vuurvaste schaaltjes. Eén keertje is er een geklapt, hè? Ja, maar dat was toen bij Roos en Frank op de barbecue. Ja. Toen was het wel heel heet. En ik moet eerlijk zeggen, als die eenmaal kookt, dan halen we hem er wel af, hoor, mensen. Ja, dus dat je niet denkt dat hij dan de hele cube of de hele geelplaat blijft staan. Als die eenmaal echt helemaal kokend is, halen we hem eraf. Ja, logisch. Nou, eet smakelijk. Eet ze voor iedereen. Voor jullie ook. Hoi. Doei. Goedemorgen allemaal. Vandaag zondag. Goedemorgen. En je ziet het, we krijgen er geen genoeg van, joh. Nog even een blokje delen woud. Ja, we waren 300 meter van de parkeerplaatsje af, waar we vorige week ook gestaan hebben. Dus we hadden zoiets van, nou, we gaan nog eventjes een ochtend-middagwandelingetje maken, joh. Frisse neus halen. Zonnetje schijnt, heeft gevroren vannacht. Ja. En we zijn heel uit van het veld afgekomen, dus ja, dat is het belangrijkste. Nou, we gaan even een stukje stiefelen nog. Yep. Allemaal weer bomen, bomen, bomen. We zijn verknot op bomen. Knocht, hè? Oude bomenknuffel uit. Nou. Kan een heel stuk drukker nu. Het is zondag. Verleden week liepen we de maandag. Goed, het is wel lekker om eventjes lekker je beentjes te strekken, joh. Volgende week gaan we naar de Veluwetuin. Ja. Hebben we een, hoe ga je het noemen, een soort reunietje of zo? Een reunietje en de afsluiting van de Veluwetuin. Ja, afsluiting van de Veluwetuin, een reunie. Met Gonnie en Petra en Erik. Noem het maar op allemaal, hè. Hoe heet die? Rob en Helen. Rob en Helen, John en Astrid uiteraard. De gastvrouw en de gastheer. Dus gaan we lekker genieten. Barbecue'tje. Hopen dat weer een beetje mee zit. Maar goed, dat maakt niet uit, joh. Ik kan er altijd wat van maken. Zo, zoals je ziet zijn we weer terug bij de camper. We hebben even een stuk gelopen. We hebben niks gezien. Zoals ik al zei, het is erg druk in het bos. Kijk, dadelijk op de stalling maar even... Een beetje mijn wielkast schoon spuiten. Niet te leuk uit. Een rallycamper. Nou, we gaan weer even in de camper.
Zo, weer terug in de camper. Zit hij weer op. Ja, dan gaan we bij deze ook de vlog maar afsluiten. Ja. Nou, we hebben een zalig weekend gehad. Heel veel wild gespot, hè? Gaaf, hè? Ja, is echt tof. En het was hem even gelezen, want het is inderdaad de bronsttijd nu van de damherten. De edelhert is voorbij. Ja. En de damhert is, is nu aan de gang. Tot november geloof ik, tot eind november. Ja, nou, dat was echt waanzinnig mooi om te zien. Hey, de camping ook, maar ja, dat wisten we al, echt fantastisch. Als je wild wil gaan spotten, dan moet je daar echt eens een keer naartoe gaan. Ja, superleuk. En geen poespas. Nee. Dus geen speeltoestellen, zwembaden, weet ik veel wat. Frietenten, helemaal niks. Gewoon sanitair gebouw, stroom en water en dat is het. Zat. Ja, voor ons is prima. En dus zeker voor herhaling vatbaar. Wij gaan nog even krekketje eten. Ja, krekketje eten, vlog verder in elkaar zetten en dan gaan we richting de stalling. Nou, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. Volgende week zitten we in de Veluwe tuin en dan ga je ons uiteraard ook weer zien. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Tot volgende week. Doei doei.